In verband met de verjaardag van de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Delano Bouterse, op zondag 13 oktober 2019, wordt op vrijdag 11 oktober de Social Lobby Expo geopend. Voor deze expo worden hoogwaardige beeldhouwwerken vervaardigd uit Surinaamse houtsoorten. Harriette Bolassing-Helstone, voorzitter van stichting Smart and Purple Movement, vertelt meer over deze expositie. Nou, de expo wordt speciaal georganiseerd in het kader van de verjaardag van de president, tevens voorzitter van de NDP. En het is geen nieuw initiatief. Hè. Toen de president 70 werd, hebben we ook Expo Social Lobby georganiseerd in de hal aan de Grote Combiweg. Bij deze expo hebben we meer gedacht aan de driedimensionale werkers, de beeldhouwers. Zij hebben dus gemeend om een aantal beelden, zo'n 30 stuks beelden te produceren voor deze expo. Het houdt dus een kunstexpo in. De kunstwerken hebben zeker te maken met de president, waaronder een groot relief van kunstenaar Junry Udenhout. Maar ook de heer Linger, die heeft een beeld van 3,50 meter vervaardigd. Aan de voet van het beeld gaat het over de, zeker zo'n 45 jaar heeft hij de president gevolgd. Hij heeft gelezen over zijn sportcarrière en andere zaken. En dan verrijst het beeld zo in een, zeg maar, 3,5 meter. De kunstenaars die betrokken zijn, zijn mevrouw Margrethe Mosnadi, Junry Udenhout, kunstenaar Massé, kunstenaar Abdul. En dan heb je ook nog kunstenaar Linger. Stichting Smart is een organisatie die kunstexpos organiseert. We bestaan al zo'n 15 jaar. En eigenlijk vanaf na de eerste expo hebben kunstenaars constant gevraagd van komt er een Social Lobby 2? En we hebben gemeend om het, kijk, we zitten aan de vooravond van de verkiezing. En we zitten ook aan de vooravond van 40 jaar revolutie. Dus we hebben gedacht, we organiseren dit allemaal in het kader van en rondom de NDP en onze voorzitter. De expo wordt gehouden in de congreshal. De officiële opening is vrijdag aanstaande om 8 uur 's avonds. En het gaat door tot 15 oktober. Het is 's morgens open van 9 tot 1 en in de avonduren van 6 tot 10. Deze expo is voor iedereen bestemd. Iedereen is van harte welkom om deze expo te bezoeken. Ik moet ook erbij vertellen dat de artiesten ook ontzettend getriggerd zijn door deze expo. En zij willen hun bijdrage leveren. Dus ze gaan voor de congreshal de hele zaak daar ophypen. We hebben Ghetto Crew, we hebben Molada Pinas, we hebben artiesten uit Nikeri die ook een bijdrage willen leveren om dit tot een geweldig geheel te maken.